Het jaarplan van het Kindermuseum Villa Zapacara is door het COVID-19-virus helemaal in de war gebracht. Dit haalde de Kaya Lens, directeur van Villa Zapacara, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Ze zegt dat 90% van de bezoekers uit leerlingen van het lager onderwijs bestaat en omdat de paasvakantie vervroegd is ingegaan, er niet in grote groepen bij elkaar mocht komen, kon het regulier plan volgens haar niet aangeboden worden. De scholenprogramma's hebben we stop moeten zetten. De naschoolse opvang hebben we stop moeten zetten. Voor het eerst in 11 jaar is ons paasvakantieprogramma niet doorgegaan. Dus jullie hadden een jaarplanning, begin van het jaar hadden jullie een behoorlijke planning. Ja, ja. We hebben ook regelmatig scholen uit het binnenland die de tentoonstelling komen bezoeken en die zijn er dan een heel weekend. Dus de 13e hoorden we van de eerste besmette persoon en de groep uit het binnenland was daar aangekomen, dus we konden hun niet terugsturen. Ja, dus de 14e hebben we hun nog een hele dag aangeboden bij Villa Zapacara, maar daarna is alles dus stopgezet. Verder zegt Lens dat het museum inkomsten derft doordat het jaarprogramma niet uitgevoerd kan worden. Deze tijd heeft Villa Zapacara volgens de directeur gebruikt om mogelijke samenwerkingen te bespreken. Maar ook projecten die we al lang wilden doen, maar nog niet helemaal uitgeschreven hadden. Zo willen we bijvoorbeeld expats die bij verschillende bedrijven te werk worden gesteld, een programma aanbieden bij Villa Zapacara. Ja. Waar je eigenlijk veel over de Surinaamse cultuur en natuur bij elkaar hebt. Eigenlijk om de overgang of het wennen aan hun nieuwe leefomgeving wat aangenamer te maken. Dat hebben we nu helemaal uit kunnen schrijven. Ook activiteiten binnen de tentoonstelling waarvan we liepen. Dit loopt nog niet, waarvan we vonden dat het nog niet voor alle doelgroepen even goed liep. Daar hebben we nieuwe activiteiten voor bedacht. Dus op het moment dat we weer kunnen starten, kunnen we ook die nieuwe dingen uitproberen. Ja. We hebben de tijd besteed om samenwerkingen aan te gaan, financiële rapportages te doen, de administratie helemaal in orde te krijgen. Maar ook om bij Villa iets te doen aan onderhoud. Waar we wel gewoon mee door zijn gegaan is de ontwikkeling van een FabLab. En het FabLab bij Villa Zapacara gaat ZapLab heten. Mm-hmm. Een FabLab is een fabrication laboratory waar je innovatieve apparaten hebt staan die aangedreven of aangestuurd worden met ICT. Yes. Dan heb ik het over een 3D printer of een vinylcutter. Stel dat je een potloodje hebt, dan kun je daar gewoon timbeart in laten graveren, waardoor je er een persoonlijke touch aan geeft. Yes. De Kaya Lens, directeur van het Kindermuseum Villa Zapacara. Ze zegt dat het de bedoeling is dat FabLab in september geopend wordt. Lens sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.